Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Ricky Scheffer en ik ben uw ouderling van dienst. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Roelie Reiling voorgaat. Deze dienst wordt opgenomen op beeld en geluid waarbij alleen de personen op het koor zichtbaar zijn. Een welkom aan de kijkers en luisteraars van de website en cd... In het bijzonder Annie en Bart Beeftink. Fijn dat u met ons verbonden bent. De organist is Teus de Mik. Leden van de kantorij ondersteunen de gemeentezang. De lector is Anneke van Helvoort en de koster is Bart Boenink. De bloemengroet gaat naar de familie Menning-Aartsen. Afgelopen week is er een bloemengroet gebracht naar mevrouw Dini Wunderink-Harenberg en mevrouw Irene Kamphuis-Vrijling. Op 12 november 2021 is Chris Jansen geboren. Ze is een dochter van Rutger en Jessica Jansen en zusje van Suus en Mans. We wensen de ouders veel geluk met hun dochter en bidden hen Gods nabijheid en wijsheid toe bij de opvoeding van hun kinderen. We willen u vanmorgen bekendmaken dat op 22 november 2021 is overleden ons gemeentelid mevrouw Aaltje van den Bos van Leuzen in de leeftijd van 86 jaar. De gedachtenisdienst heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden in de Remigiuskerk. We wensen haar familie veel sterkte toe en Gods nabijheid in deze dagen. De kerkenraad is blij en dankbaar u te kunnen melden dat op zondag 2 januari 2022 worden bevestigd in het ambt van ouderling mevrouw Antoinette Huurnink-Gerritsen en in het ambt van diaken Marlies Groeneveld. Mocht u, ondanks de goedkeuring van de kerkenraad, bezwaar hebben tegen deze kandidaten, dan kunt u dit binnen 14 dagen gemotiveerd kenbaar maken aan de scriba. Op zondag 12 december aanstaande worden Zilver Derksen en Joe Sluiter gedoopt. Na de dienst kunt u de kerk verlaten via de zijdeuren. Ook kunt u daar uw gaven geven in de plastic bakjes voor de diaconie en de plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is bestemd voor het werelddiaconaat.
Volgende week zondag houden we om 10:00 een dienst van schrift en tafel, waarin dominee Fini van Zoelen voorgaat. De heiligavondmaalsviering wordt gehouden met inachtneming van de coronamaatregelen. Vanmiddag is er in deze kerk, een adventsconcert van vocalgroep Full House en Friends. De aanvang is om 3:30 en de toegang is gratis. Er wordt gewerkt vanuit de huidige coronamaatregelen met ook de QR-code. Dinsdag 30 november aanstaande vindt het maandelijkse kerkgebed plaats. Om 7:30 in het Anker. U bent van harte welkom. Tijdens het aansteken van de kaarsen willen we mevrouw Ali van den Bosch gedenken. En daarna zingen we lied 961. Niemand leeft voor zichzelf. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. We steken vanmorgen ook de eerste adventskaars aan. Er staan 4 kaarsjes op een rij te wachten op het feest. 1 lichtje laat alvast zien hoe mooi het is geweest. We wensen elkaar een goede dienst toe. Ik wil u vragen te gaan staan. Goedemorgen, gemeente. Bijzonder om weer samen te zijn en om uw gastvoorganger te mogen zijn in het mij zo vertrouwde midden. We beginnen met een op zich wel vertrouwd lied, De Heer is mijn herder, maar het is een variatie op dat lied. Er zijn zoveel versies van.
En we zingen 23C. Zullen we samen stil worden? Ook vanmorgen mogen we uitspreken en elkaar eraan herinneren dat onze hulp is de naam van de Heer. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen bidden? Ach Heer, wat kun je daarnaar verlangen? Zo hemel, zo aarde, uw hemel op aarde. Heer, naarmate het donkerder wordt, ontstaat er ook van die scherpe randen. Wordt verdriet soms pijnlijker, gemis soms heftiger. Verlangen naar samen zijn, terwijl dat niet meer kan. Verlangen naar een zekere toekomst, terwijl het allemaal zo onzeker is geworden. Heer, die kale bomen buiten, Heer, zo voelen sommigen van ons zich. Kaal, onbeschermd, alsof de mooie dromen en de verlangens net als de blaadjes zijn weggewaaid.
Heer. We weten dat we u niet te vergeefs aanroepen. Dat u hoort, ook als we zeggen, Heer, ontferm u over ons, ontferm u over heel de wereld, ontferm u over onze ziel. En daarom zingen we, Heer, ontferm u over ons. Zullen we die God, aan wie we onze diepste angst, ons grootste verdriet en onzekerheid, ons verlangen, ons schamele of grote vertrouwen mogen uitspreken? Zullen we nu hem loven, grote God? We gaan u loven. Zingen jullie mee? Hetzelfde lied, couplet 1 en 2. De andere kant op. Daar staat een prachtig boeket. Hier een prachtige kaars. Ja. Maar ik zoek toch even de nabijheid. Ik heb even een vraag. Wie van jullie houdt er van avonturen? Ja. Ja, ik zie heel wat vingers omhoog gaan. Ja? Ja, sommige mensen zeggen, nou, laat een ander dat avontuur maar beleven en erover praten. Dan beleef ik genoeg. En voor een ander kan het niet gek genoeg zijn.
Ja. Weet je, ik was een bofferd. 3 weken geleden alweer. Ja. Mocht ik naar de Efteling. Was 30 jaar geleden. Man, wat een avonturen. Spannend. Maar ik hou er wel van, om eerlijk te zijn. Dus ik heb van alles mogen beleven. Nou is er, gek genoeg, een woord voor deze tijd wat wel een beetje lijkt op het woord avontuur. Hoe noemen ze in de kerk deze tijd? Ja, advent. Ad, dat is een hele oude taal, Latijn. Ad venire, dichterbij komen. Maar avontuur, daar zit datzelfde woord in. Iets spannends, iets nieuws, iets onverwachts, komt steeds dichterbij. En wat denk je? Is vertrouwen op God ook een avontuur? Ik denk van wel. Maar daar gaan we het over hebben in de dienst hier. En volgens mij gaan jullie avonturen beleven. Ja, met een koningsmantel of zo? Ja? Mag ik het straks horen waar het over gegaan is? Welk avontuur jullie beleefd hebben? Want het is advent. Dus dan denken we er nog eens extra over welk avontuur van God we beleefd hebben. Oké? Zeg, we hebben nog een kinderlied en ik bid nog met iedereen. Ik had het lied Dank U voor deze nieuwe morgen. In de hoop dat iedereen dat zomaar heerlijk meezingt. Kom je tijd tekort? Ja, nou weet je, dan gaan de grote mensen dat voor jullie zingen. Maar mag ik nog wel bidden, ook voor jullie? Oké. Trouwe Vader in de hemel, wat mooi dat er verschillende tijden zijn. Verschillende dagen, verschillende weken. En dat het nu zo'n tijd is van verwachten, van verlangen, ja, ook van teleurstellingen. Heer, een tijd van avonturen met U. Wilt U ons meenemen in ons, uw avontuur met ons? Wilt U ons meenemen met uw verlanglijst? Heer, kom maar met uw geest, zodat we verwarmd en verlicht uw woorden horen en doen. Hier in deze grote kerk, maar zeker ook bij de kinderen. Wees bij hen. Laat het een goed avontuur worden daar. Om Jezus wil. Amen. Kom het lampje maar halen. Wij gaan jullie uitzingen. Maar je moet ook nog een taak verrichten. Ja. Weet je, we hebben een schaapje voor het nieuwgeboren kind, Chris. En die moet nog bij de kudde opgehangen worden. En nou is de vraag of jullie, terwijl je gaat, dat willen doen. Dat lukt wel, hè? Oké. Geef ik die aan jou mee? Dan moest je misschien even aan iemand anders geven. En je krijgt, niet onbelangrijk, het licht. Wij zijn benieuwd.
Zullen wij hen uitzingen? Dank u voor alle mooie klanken, al wat ik zien en horen kan. Dank u, o God, ik wil u danken, dat ik danken kan. Anneke van Helvoort zal met ons lezen en de lezing is Lucas. Eerste hoofdstuk, de verzen 35 tot en met 46. En ik leid het in die zin in dat we midden in het verhaal binnenvallen. De engel is al bij Maria, zeg maar. En we stoppen ook weer midden in het verhaal. Maria begint, zal net haar eerste grootse lied gaan zingen. Anneke. De engel antwoordde: De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar de stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld met de Heilige Geest en riep luid, De meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Maria zei, mijn ziel prijst en looft de Heer. Tot hier. Ieders hart verlangen.
U kunt het liedboek gewoon zo open laten liggen, want na de uitleg, de preek, zingen we 442. Ja. Door God geliefde mensen, door God geliefde gemeente. Mooi vind ik dat. Lucas is één van de eersten geweest die een evangelie schreef. Die al het goede dat hij met God heeft mogen beleven, wil doorgeven. En hoe begint zijn verhaal nou? Leest u het er nog maar eens op na, alles wat eraan vooraf ging aan de lezing Anneke deed en alles wat er daarna komt. Op die eerste bladzijde van zijn verhaal laat hij steeds weer mensen en engelen zingen. Eerst de priester Zacharias. En nu in het verhaal van ons heft Maria een enorme lofzang aan. Daar komen we nog op terug. En straks met kerst komen de engelen zelf een lied aanheffen. En weer een poosje later begint de oude Simeon te zingen. En de al even oude Anna. Oud en jong, aarde en hemel, ze zingen in die eerste hoofdstukken dat het een lieve lust is. Blijkbaar doe je dat. En blijkbaar doet de hemel dat ook. Wanneer je als het ware overspoeld wordt. Door emoties, door verlangens, door verdriet. Hier is het omdat je je geluk niet op kunt. Maar evengoed in heel verdrietige, onderdrukkende, spannende tijden heffen mensen liederen aan. Zingen. Wat is dat eigenlijk een pracht van een cadeau? Wat zijn we gezegend dat we allemaal een instrument hebben. Bij de een niet zo zuiver als bij de ander, maar wat maakt dat uit? Je stem kan stem geven aan lof en verdriet. Op hemelse of gewoon aardse melodieën. Hoe wonderlijk is een mens. En wat een beproeving was het, hè, dat we dat een hele tijd niet mochten doen. En wie weet wat ons nog te wachten staat, maar dan voel je ook die enorme waarde van zingen. Maria, wat haar is overkomen. Ze is er helemaal vol en beduust van. Ze heeft zojuist van een hemelse engel, een boodschapper van God, een gabber van God, Gabriël, de groeten van God zelf gekregen en de boodschap dat ze moeder zal worden van de Zoon van de Allerhoogste. En als jonge vrouw, levend in die Joodse traditie, weet zij wel wat dat betekent. Zij zal de draagster worden van de al zo lang beloofde Messias. De verlosser. De heiland.
het teken dat God de wereld niet vergeten is. En de mensen weer opzoekt. Het zal je maar gebeuren. Dat jij die draagster wordt van Gods beloften. Maria bedenkt zich geen moment. Gaat op een holletje naar haar tante Elisabeth. Een tocht van 3 dagen. Een best eind. En ik heb me geprobeerd voor te stellen hoe die reis er dan uit zou hebben gezien. 3 dagen door de bergen. Van Nazareth in Galilea naar een plekje vlakbij Jeruzalem. Een flinke wandeling. Wat zou er allemaal door haar hoofd zijn heen gegaan? Heeft ze gezongen onderweg? Is er van alles gegroeid in haar onderweg? En waarom gaat ze naar Elisabeth? Misschien omdat de engel het gezegd heeft dat aan haar ook een wonder is geschied. Maar ze had toch ook naar haar eigen moeder kunnen gaan? Of bij Jozef blijven? Ik vermoed dat Maria bij Elisabeth wil zijn omdat ze aanvoelt dat Elisabeth haar zal begrijpen. Beiden zijn in verwachting, een ervaring die sowieso al van alles wakker maakt. Maar dat is niet het enige. Want er zullen echt wel meer zwangere vrouwen in het dorpje Nazareth geweest zijn. Waar ze ook al haar ervaringen mee heeft kunnen delen. Maar dan moeten we niet vergeten dat er over Maria schande gesproken zal zijn. Schande, schaamte, schuld. Het zal allemaal aan de orde zijn bij de roddels om haar heen. En misschien is ze er ook wel direct op aangesproken. Ongehuwd en zwanger. Niet echt zoals het hoort. En dan ook nog die wonderlijke ervaring dat God zelf in jou aan het werk is. Hoe geloofwaardig wil je het hebben? En Maria weet, vermoed ik, dat Elisabeth dat ook meemaakt. Kletspraatjes, kwetsende opmerkingen. De verhalen over jou, maar niet met jou. Want Elisabeth werd zwanger op zeer hoge, eigenlijk onmogelijke leeftijd. En ook zij droeg een bijzonder wonder van God met zich mee. Ja, ja, je ziet de mensen denken. Moet niet gekker worden. Haar leven lang heeft ze moeten vechten tegen het lot van kinderloosheid. En altijd al zwaar gegeven, als het wel je wens is. Maar zeker in die tijd was moederschap alles. En als dat niet vervuld werd, wie ben je dan nog? Welke rol heb je dan in het leven? Welke rol heb je voor God? Niets betekent. Wat zal ze daarmee geworsteld en geknokt hebben? Zou het kunnen zijn dat Maria heeft aangevoeld
dat Elisabeth, haar tante, door schade en schande een wijze vrouw is geworden? Door al die worstelingen en vragen en onzekerheden heen? En dat ze van haar steun mag verwachten? Wat ze in die 3 maanden die ze uiteindelijk samen zijn, allemaal samen beleven en bespreken, we weten het niet. We hebben alleen die eerste woorden, die eerste belevenissen aan het begin van die ontmoeting. Elisabeth spreekt die wereldberoemd geworden woorden uit. Ave Maria. Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Dat is niet zomaar een groet. Dat is iets anders dan goeiemorgen zeggen. Elisabeth laat Maria merken. God is met je. Op heel bijzondere wijze. Ik weet niet of ze het al wist, dat Maria zwanger was. Maar op het moment dat ze Maria ontmoet, zegent ze Maria met deze woorden. Met de groeten van God. En dat ze de gezegende is, Ave. 2 vrouwen die elkaar tot steun zijn. Wat zal ze het vertrouwen en het geloof van Maria hebben versterkt? Ze zoeken bescherming bij elkaar. Misschien omdat ze weten dat er gekletst wordt. Dat ze uitgelachen worden. En wat zoek je dan? Zielsverwanten. En daarom is deze ontmoeting, denk ik, ook zo ontelbaar vaak geschilderd. Als je die ontmoeting nog een keer leest, er gebeurt zoveel. Er springt iets over van bescherming, van steun, van versterking, van 2 vrouwen die zich ineens gezegend weten. En in die ogen een glinstering van God. Hij heeft mij gezien, de ongeziene. Ik zelf hou ervan om naar beelden te kijken. En ik heb een beeld van Maria en Elisabeth en ik heb het meegenomen. U kunt dat achterin niet zien, dat weet ik. Maar ik leg hem zo wel op de piano en als u wilt kan u daar nog eens naar kijken. Er zijn zoveel prachtige verbeeldingen van deze ontmoeting. Kijk, hier heb ik hem. En als je hier naar kijkt, dan zie je die glinstering in de ogen, die hoop, die bevestiging. Hij heeft mij gezien. Ik ben geen ongeziene meer. Hij heeft mij naar voren geschoven. Ze zien het wonder in elkaars leven. En ze zien het God aan het werk in elkaars leven. En waar het mij aan doet denken, het doet me denken aan situaties waarin je een schuilplaats zoekt. Waarin je op zoek bent naar een tante Elisabeth. En misschien is het wel buurman Frank.
Of noem maar een naam. Maar als je je in je leven onbeduidend, ongezien of gewoon, maar verdrietig, bedrukt, onzeker voelt, je schaamt. En wat er allemaal niet kan zijn, dat je klein maakt. Hoe mooi is het dan dat er tante Elisabeth zijn. Waar je naartoe mag gaan. Maria neemt wel zelf de stap om erheen te gaan. En als je je onzeker voelt, het vertrouwen tussen je vingers wegglipt, het vertrouwen ook dat God jou lief heeft, jou zijn verlanglijst toevertrouwt, jou in zijn dienst wil nemen, jou met zijn belofte wil vervullen. Hoe fijn is het dan als er tante Elisabeth zijn, die je vertrouwen, je wankelen, je broze vertrouwen versterken. Die naar je kijken en naar je luisteren. En die met Gods ogen proberen jouw wegen te duiden. Jouw emoties. Ben jij ze wel eens tegengekomen? Een tante Elisabeth? Of ben je het zelf wel eens? Die steunpilaar. Die tante. Elisabeth. Het bijzondere is ook, maar Lucas pakt daar behoorlijk over uit, dat ook Maria begint te zingen. En het gekke is, Maria is zo'n gewoon dorpsmeisje. Veel te jong nog om al zwanger te zijn. En ze zingt met een lef. En met hun moed over machtigen die van de troon gestoten worden. Over gerechtigheid die zal geschieden als God regeert op aarde. Over al die mensen die ongezien zijn en echt door God wel gezien en in het oog gehouden worden. Dat schuchtere meisje. Ze zinkt bijna de tronen van de machthebbers omver. Ja, Maria zingt bij de klippen op. En al zingend, maar ook in dat goede gezelschap van Elisabeth, komt zij zelf van achteren naar voren. Zij onbetekenend, zij een vrouw van wie anderen dachten kwaad te kunnen spreken of om haar uit te lachen. Maria weet al zingend wel beter. God heeft grote plannen voor haar. En dat zal niemand haar meer afpakken. En weet je, is dat niet ook aan ons een taak? Om altijd weer onszelf en elkaar, net als Maria, naar Gods licht
toe te zingen. Elkaar te bevestigen in het geloof. Want vergeet niet, Maria had al een engel op bezoek gehad. Een wonderbaarlijke gebeurtenis die menigeen wel eens zou willen meemaken. Ze heeft de kracht van God ervaren. Zwanger. En toch heeft ze het nodig om door tante Elisabeth bevestigd te worden. En weer op haar benen gezet. Om het avontuur met de nieuwgeborene aan te gaan. Want een avontuur gaat het worden. Voor Maria. Voor haar kind. En voor ons. Nu is het de periode dat hij licht zal brengen. In alle arme en ongeziene mensen. In alle arme en ongeziene streken. Maar wij weten ook hoe het verder gaat. Het is niet alleen licht dat hij brengt. Maar dat is voor andere preken. Nu mogen we, net als Maria, op avontuur met God. Want hij legt in onze harten zoveel mooie beloftes. Zo'n fantastische verlanglijst van vrede, barmhartigheid, goedheid, liefde. Zullen we met deze God en met Maria op avontuur, nu in Advent, straks met Kerst en op naar 2022, zeg ik nu alvast. Amen.
We mogen danken. We mogen bidden. We mogen erop vertrouwen dat God ons hoort. En vandaag is er voorbidden gevraagd voor de nabestaanden van Ali van der Bos. Voor de familie Jansen. Met de geboorte van hun dochter Chris. En voor de zieken. De heer Harmsen. Die net verhuisd is naar Keijenborg. En de familie Althoff. Om de onzekerheid waarin zij in deze tijd moeten leven. Zullen we samen danken en bidden? Vader in de hemel, we danken u dat u zo wonderlijk en zo menselijk nabij onder ons hebt willen wonen als een vrucht in de schoot van een heel jong meisje. We danken u dat we daarom mogen weten dat u echt weet wat er in ons mensen omgaat. Dat u geen verre God bent. En dat u ook nu in ons hart, in het centrum van ons leven wilt zijn. We danken u dat Maria open stond voor u. Dat ze bereid was om haar leven te delen met deze vredevorst, de Messias. Die ook nog zoveel zou gaan lijden. Die op zoveel plekken was waar mensen hem helemaal niet verwachten. Die bij mensen was die met de nek werden aangekeken. Die zich moesten schamen. Die zichzelf te schande maakten. Te arm om naar voren te komen. Heer, we danken u voor tante Elisabeth. Voor mensen die door het leven gerijpt zijn, gegroeid zijn in wijsheid. Die verder kunnen kijken dan alleen de buitenkant. Die kijken naar het hart van de ander. En met de ogen van u. Heer, we danken u dat ze er zijn. Overal. Ja, misschien moet je wel zoeken, maar ze zijn er op een boerderij, op een huis naast je, op Facebook. Heer, we danken u voor die mensen die u ons geeft om even een schuilplaats te zijn en ons weer op onze voeten te zetten. En ons hart weer te vullen met liefde en verantwoordelijkheden. Heer, we bidden u voor alle mensen die geen hoop meer hebben. Die zich vruchteloos voelen, zonder verwachting. We bidden u voor mensen die avonturen gaan beleven die je liever niet beleeft. En dan denken we aan onze zieken. Die herharmen ze. En dan denken we aan de familie Althoff. Zo'n achtbaan van emoties. Hoe zal het zijn? Hoe zal het gaan? Heer, wilt u in dit alles, in die onzekere tijd, hun schuilplaats zijn? En dat ook wij,
als we op hun weg komen die schuilplaats kunnen zijn. Heer, we danken u voor wat we in mevrouw Ali van de Bos hebben mogen ontvangen als gemeente. We danken u dat ze thuis is gekomen bij u, ten diepste gekend en geliefd. Heer, we bidden u voor haar nabestaanden, haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Dat de herinnering aan moeder en schoonmoeder hen goed doet. Dat er bij elke traan ook een glimlach is. Heer, wij bidden u voor de wereld waarop we wonen. Zoveel machtigen die op een troon zitten en er niet af te krijgen zijn. En zoveel kwaad aanrichten. Zo onmenselijk. Heer, het maakt ons soms zo murf en verslagen om al die beelden van over heel de wereld te zien. En daarom bidden we u voor alle mensen op die allermoeilijkste plekken op aarde, dat daar liefdegevers en vrede-uitstrooiers blijven, uit naam van u. Heer, help de mensen die veel wijsheid nodig hebben om goede besluiten te nemen, dat we blijven bidden voor hen die dat moeten doen. Heer, we danken u voor de geboorte van Chris in het gezin van Rutger en Jessica. Weer nieuw leven. Heer, u kent het gezin, u kent hun vragen. U weet hoe prachtig dit geschenk is en hoe groot het besef van de broosheid. Heer, wees hun tot warme metgezel. Bevestig hen in hun weg met het kind en met u. We mogen even stil worden om zelf onze dank en zorgen bij God te leggen. En hoe mooi dat Jezus, Hij die door Maria aan haar hart gedragen werd, ons leerde om te bidden: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ja,
precies op tijd. Hoe hebben jullie het bedacht? Nou zeg, ik zie het al. Hè? Wat hebben jullie nou bij je? Een adventskalender. Nou, wie wil dat uitleggen? Prachtig. En dat is nu even gebeurd? Ja. Oké, wie wilde wat vertellen? Nou, allereerst hebben wij die koningsmantel meegenomen. En daar hebben we het ook over gehad. We hebben eens even gevoeld, want het is van heel fijn geweven stof. En zo hebben we het gehad over welke kwaliteit een koning nou eigenlijk moet hebben. Hij moest goed voor alle mensen in het land zorgen. Niet alleen aan het land zelf denken, maar ook aan de hele wereld. Hij moest eerlijk zijn. Maar aan die mantel zagen we eigenlijk alleen de buitenkant van de koning. En zo ging het eigenlijk ook met die adventskalender die we hebben. Want 24 cadeautjes hangen eraan, hebben de kinderen net gedaan. Alleen die cadeautjes waren al ingepakt. Ze zien alleen een hele mooie buitenkant, maar de binnenkant nog niet. En daar gaan we vanaf, weten jullie het nog? Vanaf woensdag 1 december gaan we er stukje bij beetje achterkomen wat erin zit. Zo leven wij naar kerst toe. Over spannende avonturen gesproken. Dat wordt elke keer een verrassing. Dit zijn de leuke avonturen. Prachtig. Wat mooi. Laat hem nog maar eens even zien. Oh. Eigenlijk hadden wij dit ook moeten doen. Nou, we zullen jullie trouw volgen. Want dan horen we nog eens wat er in die pakjes zat. We hebben een slotlied. En dat is lied 418. Even kijken. God schenk ons de kracht dicht bij u te blijven. Dan zal ons geen macht uit elkander drijven. Zingt u mee? Vrede voor jullie allemaal vanwege God, die hoop, geloof en liefde in onze harten zaait. Laten we naar huis gaan met een lied op onze lippen. Ter ere van God. En ook omdat we er zelf blij van worden. Want het is de genade
van Jezus. Het is de liefde van zijn en onze Vader in de hemel. En het is de verbondenheid met die beiden door de Heilige Geest. En die is met u en met jullie allemaal. Amen.